Parels en Passie, waar de kleine musea schitteren en de mensen erachter stralen. In Bennekom speelt een onvermoeibare violist al 80 jaar lang. En de goochelaar goochelt geheel mechanisch. Wat doet een vredelievende vogelaar in het jachtmuseum in Kasteel Doorwerth? Wolfhezen is al meer dan 100 jaar synoniem met psychiatrische zorg. En toch geen gekkenhuis. Stijn Fransen is een actrice en zangeres en ze danst soepel door het leven. Stijn is geboren en getogen in Bennekom en komt er voor de rust en warmte graag terug. Ik ben hier geboren en getogen. Toen ik geboren werd in Wageningen, mijn ouders die wonen in Bennekom, ben ik gelijk naar Bennekom toe gebracht. En toen ik 18 was, ben ik op kamers gegaan. Dus ik heb echt mijn hele jeugd in Bennekom meegemaakt. Het meest onthouden van Bennekom, dat is toch wel echt het dorpse gevoel dat als je in het dorp komt, iedereen zegt hallo en zegt elkaar gedag. Als ik dan met mijn vader even naar de supermarkt ga en dan is met iedereen even kletsen. En de natuur, het bos, de hei. Dat vind ik zo fijn in Bennekom. Dat vind ik echt prachtig. Daarvoor ga ik ook nog steeds heel graag terug. Lekker met de hond wandelen. Echt eindeloos door het bos heen. In Bennekom weten ze dat ik actrice ben en kijken ze er niet meer zo raar van op. Want op de basisschool wilde ik al actrice worden. Op de middelbare school. Ik heb in Ede op school gezeten, op de middelbare school. En ze weten van mijn vader natuurlijk dat ik nu in goede tijden speelde. Ik in Spangens heb gespeeld. Dus mijn vader spreekt ze heel veel aan. En als ik er ben, dan is het toch een soort van gewoon. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Het is steeds thuiskomen. Nee, ik kom niet zo vaak thuis. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Ik zou het heel graag willen, maar het gaat gewoon niet. Met name vanwege de techniek. Het is bijzonder vernuftig gemaakt. Het is allemaal mechanisch. Heel knap om dat allemaal uit te denken. En het muzikale niveau is dan misschien niet zo top. Maar het is erg uniek gemaakt. Wat ik het leukst vind om te doen, beneden in de werkplaats, mooie klussen en van iets ouds weer iets moois maken. Het is gewoon heel boeiend om dat weer aan het klinken te krijgen. Hoewel je het niet kunt vergelijken met een gewone piano. Er komt wel muziek uit, tussen aanhalingstekens. Maar ja, het is allemaal een beetje rauw en ruw. Het is niet zo verfijnd als een gewone piano. Maar wel heel erg knap bedacht. Het mechanische. Het is vrij complex. Maar ja, dat maakt het juist leuk. We vinden het zo leuk om te laten zien hoe muziek
vanzelf te beluisteren was voordat er al die elektronica was van nu. Deze muziek die kun je ook nog begrijpen. Je snapt hoe het werkt. Er moet een veer opgedraaid worden en vervolgens hoor je die muziek heel logisch afspelen. Van elektronica snap ik niks. Dit begrijp ik nog. En dit is de voorloper. Als dit er niet was geweest, hadden we nou geen iPod. Als ik in een Rijksmuseum ben of een ander groot museum, dan ben ik het na 2 uur helemaal zat, want ik wil eigenlijk nog veel meer zien. Maar ik kan het niet allemaal zien, ik zit helemaal vol. En bij dit museum heb ik net het idee, dat is precies goed voor de menselijke maat. Hier kun je een leuke tijd doorbrengen en daarna weer vrolijk naar huis. Je wordt er altijd blij van deze muziek. Iedereen die hier het museum verlaat, die doet dat met een glimlach. Dat komt door die muziek. Het probleem bij een draaiorgel is, als je het gaat stemmen, dan heb je niet alle tonen tot je beschikking, wat je bij een gewoon orgel wel hebt. Maar ook om de ruimte te beperken en zo. En ja, hoe compacter zo'n orgel is, hoe beter natuurlijk, omdat het vervoerd moet worden en zo. Dus als het maar in een paar toonsoorten kan spelen, dan is het goed. En de pijpen die ze dan niet nodig hebben, die worden gewoon weggelaten. Ik heb altijd in kerkorgels gezeten en draaiorgels was voor mij eigenlijk een beetje onbekend terrein, daar moet je in groeien. En alle geheimen weet ik eigenlijk nog niet, maar aldoende leert men. Ik denk dat het leuke aan het museum is alle muziekinstrumenten die er zijn en dat is een waardevolle toegift op de historische collectie die hier is, een schooltje en een stoffenwinkel. Het aardige is dat je hier dus allerlei oude instrumenten en apparaten in werking kunt zien. Het is niet alleen een museum waar je naar kunt kijken, zoals bij vele musea het geval is, maar het heeft natuurlijk wel de consequenties. Het zijn allemaal bedaagde apparaten, dat je slijtage krijgt en vandaar dus nog wat onderhoud. Je had ook heel veel orgelmannen, die draaiden juist altijd droevige liedjes, want dan zouden de toehoorders wat makkelijker in hun beurs tasten. En daar ging het uiteindelijk om, geld ophalen. Dat was commercieel natuurlijk, niet de speeldozen die je thuis had, dat was gewoon leuk voor thuis. We gaan nog naar Doorwerth, voor de jacht en naar Wolfhezen. Maar eerst vertelt Stijn Fransen dat ze van jongs af aan al het podium op wilde. Ik heb in Nijmegen op school gezeten, dus dat is ook nog een beetje Gelderland. En verder, nee, niet echt. Ja, het is heel mooi, de Hoge Veluwe. Daar kwam ik vroeger heel vaak, de Grebbeberg. Waar ben ik allemaal? Ja, ik ben sowieso bij heel veel plaatsen in Gelderland geweest. Maar zo niet specifiek dat ik echt verbonden ben met Gelderland. Elke vrijdag hadden we een weekafsluiting en dan wilde ik heel graag altijd op het podium staan. En zeiden heel vaak alle docenten, nee Stijn, je moet ook andere mensen gunnen.
En ik werd daar heel erg creatief gestimuleerd om de dingen te doen die ik leuk vond. En dat pakte ze heel erg aan. Ik heb daar heel veel begeleiding gehad voor mijn dyslexie. Dus daar ben ik ook nog steeds echt onwijs dankbaar voor. En het is heel leuk, want als ik nu af en toe in Bennekom ben en ik kom nog een docent tegen, dan spreken ze me altijd aan. Hey Stijn, hoe is het? En dan echt even kletsen en gezellig doen. Dat vind ik nog steeds zo leuk. Ze waren zo begaan met hun leerlingen. Maar het was gewoon de leukste basisschool, dus daar ging ik gewoon heen. Ja, ik heb eerst in Wageningen op school gezeten en daarna naar Ede. Ik zat op het Panterijn, maar ik vond de school niet zo leuk. Dus toen heb ik in begin derde klas gezegd tegen mijn ouders: mam, pap, ik wil niet meer op deze school zitten. Zei ze, oké, gaan we een andere school zoeken. Dus ben ik naar Marnix toe gegaan. En daar was ook weer een hele theaterafdeling en heb ik ook meegedaan met de musical en zo. Dus daar kwam echt weer dat sprankeltje dat ik dacht, ja, maar dit is wat ik wil. Ik wil acteren en ik wil niet op school zitten. Ik kon makkelijk haven doen, maar ik wilde zo snel mogelijk van die school af. Ik wilde zo snel mogelijk doen wat ik leuk vond. En mijn middelbare school, ja, heb ik echt prima gehad. Niks vervelends, niks. Het was gewoon prima, middelbare school. Je bent puber. We bevinden ons in een kasteel, dus die combinatie is natuurlijk heel mooi te maken. Op dit kasteel is ook gejaagd geweest. Er heeft een speciale inrichtingen daarvoor, zoals de stallen aan die kant, maar ook hondenhuizen om die meute te huisvesten. Ja, we weten dat hier een grote jachtpartij is geweest rond de Vrede van Nijmegen. Dus dat valt hier wel echt samen. We vinden het ook, ja, natuurlijk hebben we ook een historische collectie, dus daar wil je ook dingen uit laten zien. Natuurlijk, deze locatie geeft dat ook gewoon vanzelf in. Toen ik hier kwam werken was het jachtmuseum. In die tijd zat er een redelijke natuurstroming. Het heette toen Museum voor Natuur en Wildbeheer. En toen ik hier kwam werken was dat dus op basis van natuureducatie. En ik was een zeer fanatiek vogelaar in de tijd. En nog steeds eigenlijk. Maar dat is dus feitelijk jacht zonder een geweer, maar met je verrekijker. Dus nee, in eerste instantie was de jacht totaal niet mijn... Dat heb ik helemaal geleerd toen ik door hier te werken. Het is databases bijhouden, en digitaliseren, registreren, schoonmaken, hoort er ook bij. Ja, dat is ook de collectie. En we hebben natuurlijk, het Jachtmuseum heeft best wel een aardige collectie opgezette dieren. Veel jachttrofeeën natuurlijk ook. En daar heb je altijd last van ongedierte mee. Dus dat is ook dat is altijd een kopzorg. En het kasteel is een vrij open gebouw, dus dat moet je altijd in de gaten houden. Het leuke is ook om te weten is dat het Jachtmuseum ook een ferme bibliotheek heeft. Met echt wel bijzondere boeken, bijzondere facsimiles. Dus ja, daar is ook wel een zeer grote basis voor het Jachtmuseum. Als cultuurgeschiedenis en alle uitingen die erbij komen, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het is vormgevend. Ik zou zelf nooit gaan jagen, maar als... Ja, het is natuurlijk... ons hele Nederlandse landschap is doordrongen van uitingen van jacht. Als je gaat kijken naar oude bossen die speciaal als wildforesten zijn aangelegd. Eendenkooien.
het gebruik van wilstervlap in het noorden van Nederland. Dus dat zijn enorm grote netten. Dus ja, mensen oogsten van die natuur op een hele interessante manier. En er werden echt geweldige vondsten gedaan om... Ja, de inventiviteit eigenlijk, om op hele simpele manieren het wild te vangen. Dus niet per se met geweer of... maar gewoon ook met hondenmeuters en met speren. En ja, het is een cultuur aan zich. Eigenlijk is de mooiste plek in het kasteel, is niet in het kasteel, maar net erbuiten. Namelijk als je bij het jachtdepot of het bosbouwdepot, dus helemaal op zolder, door een deur naar buiten gaat, kom je buiten. Dus dan heb je een klein vlondertje. En van daaruit kun je allerlei mooie plekken zien. En als de lokale bewoner van het kasteel zijn duiven Gelderse slenken laat vliegen, en dan zie je die daar overal om je heen zitten. En dat is wel erg fraai eigenlijk. Dus dat is misschien toch wel... de mooiste plek. Ik rook al lang niet meer, maar vroeger stond ik daar heel vaak. Een roofvogel als vlieger die je gewoon in de lucht kan laten hangen en werd gebruikt bij de jacht op patrijzen. In een graanveld, waarbij je die vliegen deed en dan wilden die patrijzen, die vlogen dan niet op. En dan kon je ze dus heel mooi door het veld heen drijven naar de andere kant van het veld. Dus ja, dat geeft al aan waarom de vindingrijkheid, om zoiets te bedenken waardoor je dat wild op een bepaalde manier kunt drijven. En dat object, dit is gewoon een heel mooi ding. Was ook dat de man die het langsbracht, die was in de 90. Het was niet door hem, maar door zijn vader gebruikt. Dus het gaf ook aan, het is iets geweest wat je bij Manu France, een soort Franse weekamp, waarschijnlijk in 1890 kon bestellen. Ja, dat zijn hele leuke dingen. In november, op een woensdag, komt de Soestdijkse, dat is een meutenjachtvereniging. Die doet vaak een jacht vanuit de binnenplaats van het kasteel. Dan gaan ze een slipjacht rondom hier in de terreinen doen. Een aantal jaren geleden, ik gok zo'n 5 jaar geleden, gingen ze hier met de hele meute de dijk over en het miste heel erg. Het was echt zo'n mooie herfstdag. En dan zie je dus over die dijk al die silhouetten voorbij gaan. En dan hoor je die honden, die gaan dan, zoals het in het Engels heet, in full cry. Dus die beginnen dan echt zo te huilen met z'n allen. Ja, het is wel echt indrukwekkend, ja. Het ziet er heel erg mooi uit. Ik zal het zelf niet hoeven doen, maar ik vind het wel echt heel fraai om te zien. Ja. Het heeft een hele bijzondere sfeer. De psychiatrische zorg begon meer dan 100 jaar geleden in Wolfhezen. En er is sindsdien veel veranderd. Eerst laat Stijn Fransen zien hoe je kan klimmen in het leven. Mijn favoriete plekje? Ik denk toch wel de hei in Bennekom. Daar had ik vroeger een klimboom. En daar mocht ik eigenlijk nooit in klimmen, omdat die eigenlijk te hoog was. En naarmate ik ouder werd, mocht ik in klimmen. Maar ja, daar kan je helemaal zo... Het is moeilijk uit te leggen, maar je gaat van de Bornweg. Dus je hebt de Zelderskampweg en dan ga je de Bornweg op. En dan loop je, ga je vanzelf het bos in en dan loop je helemaal omhoog. Kom je op het heitje uit. En dan zit rechts zit die klimboom. En hij is vrij hoog, dus je kan zo helemaal de hei overkijken. En dat vooral dan 's ochtends als een beetje het dauw erop ligt. Ja, vind ik prachtig. Heerlijk. Als ik chaos in mijn kopje heb, dan ga ik echt terug voor de rust. Dan is Amsterdam me toch net even wat te druk. En dan ga ik lekker naar Bennekom. Met de hond wandelen in het bos. Gewoon niks. Niks hoeft. Tijd om na te denken. Om helemaal nergens aan te denken. Gewoon voor je uitstaren en kijken. Net zoals hier. Deze omgeving is zo mooi. Je hoeft helemaal niks. Je hoort de vogeltjes. Kijkt een beetje naar het water. Prachtig. Ja, ik kom dan echt tot rust. Nou ja, mijn pareltjes zijn misschien wel vooral de verhalen. Kijk, wat ik bijvoorbeeld altijd heel leuk vind,
Dat is nog, dat eerste dossier ligt daar, nummer 01. Dat is een dossier van iemand, een vrouw die raakte iedere keer als ze zwanger werd, of als ze een kind had, raakte ze helemaal, decompenseerde ze en dan werd ze hier opgenomen. Maar een paar jaar later schreef de directeur een briefje, die stuurde een briefje rond, dat die patiënten die ooit hier opgenomen geweest is, uit de Betuwe, dat ze in grote financiële nood gekomen was. Er waren toen geen sociale voorzieningen en ze was weduwe. En ze hadden toch een soort verbondenheid met haar gehouden. Uiteindelijk was er een bedrag van, ik geloof, 28 gulden bij elkaar gepaard. Wat in twee keer werd toegestuurd onder aftrek van de portokosten. Nou, dat vind ik mooi, hè, zo'n verhaal. Van iemand die hier opgenomen geweest is. De betrokkenheid van de directeur, de dokter, de dominee, de verpleegkundige. Nou, dat vind ik mooie verhalen. Als je kijkt hoe de opleiding was in 1907 voor de verpleegkundigen, die was er nauwelijks. Die was er nauwelijks. Dus de inhoud van de verzorging, dat was meer mededogen. En op basis van medemenselijkheid ging men hier met elkaar om. Ik bedoel, het geloof stond daarin natuurlijk centraal. Maar bijvoorbeeld dokter Van der Drift, die hier ook een heel belangrijke rol in heeft gespeeld in Wolfhezen, die heeft ervoor gezorgd dat de toneeltherapie, de muziek, allerlei recreatiemomenten ook werden toegevoegd binnen de opleiding van de verpleegkundigen, zodat de mensen in een breder spectrum zich konden bewegen, zich konden uiten, een meer menswaardige bestaan konden opbouwen door aandacht te hebben voor persoonlijke dingen die de mensen zelf ook interessant vonden. Mijn naam is Gerard de Boer. Ik ben hier in 1966 begonnen als jonkie net van de middelbare school en ik heb hier gewerkt tot 2006. Er is nu natuurlijk veel meer te bereiken in die zorg en de behandeling dan vroeger. Dus dat die structuur anders is, is wel heel, ja, dat is ook heel goed. Maar dat er ook nog een plek is voor die, ja, voor de persoonlijke beleving van wat ziekte is en dat daar ook mensen voor zijn om dat, ja, om daar aandacht en oor voor te hebben, naast alles wat er ook gebeurt, dat is denk ik ook heel goed. Ik ben Hanny Nusselder en ik ben dominee. Ik heb hier als geestelijk verzorger gewerkt. Er was al een vereniging, de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken. En die hadden al een paar instellingen, maar er zou er ook eentje naar het zuiden moeten. Wolfhezen was een beetje meer naar het zuiden. En boven het katholieke zuiden, want het katholieke zuiden was natuurlijk, het was een gereformeerde vereniging, dus het moest zo zuidelijk mogelijk. En er was hier een baron en die had een stukje grond. Ja, je kunt natuurlijk zeggen het is een mooi terrein, maar het was natuurlijk ook goedkoop, want er groeit hier niks. Dus het was een goedkoop terrein om een ziekenhuis te starten. En in 1907 stond het ziekenhuis hier met zijn eerste paviljoen. In Wolfhezen, daar moet je niet wezen, daar worden de gekken niet genezen. Wolfhezen had in volksmond geen prettige naam hoor. Helemaal niet. Professor Lucas Lindeboom, beroemde man in Nederland, gereformeerd predikant, kwam uit Kampen. Hij vond het geloof stond centraal voor de mens.
Hij heeft dus ook logistiek de kerk in het midden gezet, met een rondje om de kerk, zodat je een rondje om de kerk kon lopen om tot rust te komen. Geloof centraal, tweede ronde er rondomheen, daar ook weer allemaal gebouwen van de patiënten. In het midden de halfrustigen en daaromheen weer de kring van de rustigen. En daardoor was hij van mening dat de gedachte om de gezinnen na te bootsen in die paviljoenen en de reinheid en de rust en de regelmaat en de kerk heel belangrijk waren voor het leven. De kerk staat ook zelfs iets hoger, hè? Iets hoger en middenin. En daaromheen, zo de zorg. Het was vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. En dat was niet alleen voor patiënten, maar ook voor medewerkers, personeelsleden. Wij kregen ook thuis bezoek, hè, voordat je hier ging werken. Je werd gescreend in je familie. Komen ze uit een goed nest? Nou, dan kunnen ze hier wel werken. Dat leefde toen nog. Dat zou je nou niet meer doen, maar dat gebeurde wel toen, hoor. Ja, we hebben natuurlijk wel onze ervaring. Dus wij kunnen ervan vertellen, vanuit onze eigen ervaring. Ja, wij zeggen vaak tegen mensen die met pensioen gaan, kom maar in het museum, want het is, je kunt ook niet alles achter je laten. En doe maar iets met wat je weet en wat je kunt. Ik vind het wel ontzettend leuk om die oude verslagen in te zien of een boek te lezen waarin weer iemand aangeeft dat hij ooit in Wolfezen verpleegd is geweest en hoe dat dan toen ging. Ja, je moet een beetje houden van het verleden ook natuurlijk. Hè. Dat is, en dat, ja, dat doen wij, anders dan waren we hier ook niet. Maar het is ook wel een stukje verbondenheid nog met het werk van toen. Ik wilde gewoon uitvliegen. Ik had lang genoeg thuis gewoond. De scholen waar ik auditie heb gedaan waren in Arnhem, in Maastricht, in Amsterdam, in Nijmegen en in Utrecht. En als je studeert, ik vind het gezond voor iedereen die studeert om op kamers te gaan. Je moet gewoon op eigen benen leren staan. Of ik terug zal gaan naar Bennekom, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat ik terugkom in een dorp. Het lijkt mij heel fijn om mijn kinderen op te voeden in een dorp. Want ik heb dat zelf heel erg als heel prettig ervaren. Dat je gewoon, je hebt die sociale controle, maar ook heel erg de vrijheid. Ga zelf maar naar school fietsen als je 8 bent, weet je wel. Je hoeft allemaal geen moeilijke wegen over te steken en dat soort dingen. Maar of ik echt naar Bennekom terug zou komen, er is geen nee, maar er is ook geen ja. Geen idee. Het is wel lekker centraal, dus dat is wel heel erg fijn. En Ede-Wageningen station is heel dichtbij. Dus misschien wel, maar ik weet het niet. Ik weet niet waar mijn schip strandt. Volgende week gaan we naar het hoge noorden van Gelderland. Daar vertelt journaalverslaggever Martijn Bink over zijn jeugd aan het Heerdense strand. En daar blijkt Anton Pieck heel wat meer in zijn mars te hebben dan sprookjes en ijspret. Daar speelt het Theater van de Armen zich af aan de oevers van de IJssel. En in Hattem bakken ze met passie zoete broodjes en zachte kadetjes.